Welkom bij Oorspellenzone, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer wil ik met jullie een blik werpen op The Lost Expedition, uitgegeven door Osprey Games. Het is een spel voor 1 tot 5 spelers waar je ongeveer een 30 tot 50 minuutjes mee bezig bent. En het is een coöperatief jungle adventure spel. Oftewel, wij gaan met z'n allen de jungle in en wij moeten diverse gevaren het hoofd bieden om uiteindelijk de gouden stad Eldorado te vinden. Lukt ons dat en hebben we aan het einde tenminste nog één avontuur hier over, dan winnen we het spel. Worden we vroegtijdig uitgeschakeld, dan zullen we het opnieuw moeten proberen. Dus goed samenwerken, de juiste beslissingen nemen en zorgvuldig omgaan met de schaarse goederen die we hebben, is een belangrijk onderdeel. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door Piers Sylvester en wij krijgen de spelregels in het Engels, maar die zijn overzichtelijk weergegeven. Tekst is soms een beetje te vaag naar mijn smaak, maar uiteindelijk is het geen complex spel en staat alles te keurig in met de solo variant hier keurig aan uitgelegd en nog een paar varianten dat je tegen elkaar kan spelen in teams. Dan hebben wij reference kaarten voor de spelers. We hebben de verschillende stappen die we moeten maken om uiteindelijk bij Eldorado te komen. Deze locatie. En daar hebben we deze locatiekaartjes voor. We hebben de ontdekkingsreizigers die we gaan meenemen op ons avontuur. Een aantal markers en een hele set met eigenlijk de porties ellende die we tegenkomen in deze jungle en op onze expeditie. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers. En we kiezen de normale variant waarbij we dus 1 tot en met 9 hebben aan de route naar uiteindelijk Eldorado. Aan het begin van het spel krijgt het team 4 voedsel, 3 kogels en 3 avonturiers naar keuze. Maar je moet wel 3 verschillende symbolen hebben. Op elk avonturier komen 4 health markers te liggen. We maken iemand de expedition leader. We delen iedereen 4 kaarten en de overige fiches komen in de voorraad te liggen. En we hebben natuurlijk een player aid. We beginnen op de eerste locatie. We moeten dus dit hele pad afleggen om uiteindelijk bij Eldorado te komen. Lukt ons dat met minstens nog 1 van deze avonturiers in leven, dan hebben wij gewonnen. Lukt dat niet, dan zullen we beter ons best moeten doen de volgende keer. Maar zo zit hem op. Laten we maar eens gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde stelt 1 dag voor. En in een dag spelen we een morning en een evening. En in de morning en in de evening komen hier een reeks kaarten te liggen die eigenlijk de reis voorstellen met de gevaren en ook de leuke dingen die we soms tegenkomen onderweg. En daarin zullen we keuzes moeten maken. Elke speler heeft 4 kaarten. En in de morning ga je 2 van die kaarten kiezen die je wilt toevoegen aan de expeditie. In de morning expeditie worden alle kaarten op numerieke volgorde afgehandeld. Dus ik krijg 2 kaarten van mij, 2 kaarten van Googly Eyes en 2 kaarten van Army Guy. Die sorteer ik als leader op numerieke volgorde, laagste nummer eerst enzovoort enzovoort. En in die volgorde gaan we ze wandelen. In de evening doen we eigenlijk hetzelfde. Dan hebben we dus nog 2 kaarten over. Maar dan begint het met de leider, worden de kaarten gespeeld en dat bepaalt ook gelijk de volgorde. Dus als ik deze kaart speel, dan speelt Googly Eyes een kaart, dan speelt Army Guy een kaart, dan speel ik mijn 2e kaart enzovoort enzovoort. En dan worden de nummers dus niet geshuffeld, maar dan is dus de manier waarop je ze speelt de volgorde. Maar 2 kaarten voor de ochtend, 2 kaarten voor de avond. Wat zien we op deze kaarten? Nou, we zien natuurlijk het gevaar, het getal en bovenin zien we de effecten. Gele effecten zijn verplicht, die moet je altijd doen. Blauwe effecten zijn optioneel, daar kunnen we voor kiezen. En rode effecten zijn ook verplicht, maar daar moeten we er eentje van doen. Dus we zien hier 2 verschillende rode effecten en 1 van die 2 moeten we af laten gaan en hetzelfde geldt voor deze. Wat doen die effecten? Nou, ze hebben het redelijk eenvoudig gehouden. Is het een zwart effect, dan betekent dat er iets bij komt, dat we iets krijgen. Dus we krijgen bijvoorbeeld een extra kaart in onze expeditie, dus die wordt langer. Maar we krijgen ook bijvoorbeeld 2 kogels of we krijgen een health en een tentje. Is het een wit symbool,
dan moeten we het verliezen. We verliezen een health en daarna moeten we nog een health verliezen of een tentsymbool. En hier zie je bijvoorbeeld, we moeten een blaadje verliezen, maar daarvoor terug krijgen we 2 health en een extra kaart. Dit is het symbool waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Dit mannetje, want dat betekent dat onze expeditie 1 stapje vooruit gaat. En we moeten nog een paar stapjes om uiteindelijk bij het einde te komen. Dus deze zijn voor ons belangrijk. Nou, dan zijn er natuurlijk nog effecten zoals dit, waarbij je de volgende kaart overslaat. Beetje vervelend als dat zo ligt. Dat kan in de morning zal dat niet gebeuren. Dat kan natuurlijk op een later moment, hè, in de evening zou dat voor kunnen komen. En dan sla je dus effectief een hele kaart over. Dat betekent ook dat je de porties ellende niet hoeft te nemen, maar ook de bonussen krijg je dan niet. En hier worden kaarten mee geruild, et cetera. Nou, voor het voorbeeld, ik ga gewoon even willekeurig 2 kaarten neerleggen van elke speler. En daarmee vormen wij de morning row. Ik ga ze als leader op volgorde leggen. Even kijken, 1 op 9. Zo. En dit is de expeditie die wij gaan doen. En die moeten we dus van links naar rechts gaan afhandelen. Deze zegt, geel verplicht, er komt een kaart bij. Dat betekent dat je de bovenste kaart pakt van het dek en die voeg je aan het einde van de expeditie toe. Daarna moeten we kiezen, leveren we een kompas in om een stapje te doen of een kogel om een voedsel te nemen. Nou, we overleggen, het is een coöperatief spel, maar we kiezen er bijvoorbeeld voor om een kompas in te leveren. Deze dame heeft het kompassymbool, dus als we bij haar 1 helft weghalen, dan hebben we dat kompassymbool en krijgen we de bonus. Mocht je geen kompas meer hebben liggen, dan mag je ook 2 helft van een andere avonturier afhalen om dat symbool nog te krijgen. Maar we gaan dus 1 stapje naar voren, we draaien de volgende kaart open en we zijn alweer een stap dichter bij het doel. Deze is afgehandeld. Nou, de volgende, verplicht, we krijgen een voedsel. Nou, dat is niet zo heel erg. Daarna moeten we kiezen. Verliezen we een tentje of verliezen we 2 health? Nou ja, dan kunnen we beter 1 tentje verliezen, want dat is ook 1 health en dat is een beter idee. Dan is deze kaart ook afgehandeld. De derde kaart, die zegt sla deze kaart over. Oké, dan draaien we die vast dicht. Daarna kunnen we ervoor kiezen om een blaadje te verliezen. En dan krijgen we 2 health terug, maar wel weer een extra kaart in de expeditie. Nou, wat hebben we nodig? We hebben hier nog een blaadje nodig. Hier zouden we 2 kompassen nodig hebben om een stapje te doen. En hier een tentje. Nou, dan geven we bijvoorbeeld deze en deze allebei weer een helft terug. Maar komt er wel weer een extra kaart in de expeditie. Deze kaart afgehandeld. Gaat die ook dicht. Deze kaart moesten we overslaan. Dit betekent dat er 2 kaarten bij komen. We krijgen een tentje. Dat wil zeggen dat we deze hele kaart hierbij leggen. En we slaan de volgende kaart over. Of we kiezen ervoor om 2 kompassen af te leggen om een stapje te doen. Nou, daar gaan we dan voor in dit voorbeeld. 2 kompassen eraf. Kaart 3 gaat open. En we bewegen ons naar kaart 3. Deze ook afgehandeld. Hier kunnen we een blaadje afleggen om een stap vooruit te gaan. Ook wel lekker. Doen we gewoon. Want wat kan er uiteindelijk allemaal misgaan? En dan zitten we al op 4. En jullie denken, nou dat gaat heel makkelijk. Toevallig in dit voorbeeld gaat het redelijk soepel. Hier moeten we een tent afleggen en dan krijgen we ofwel een health terug of 2 voedsel. Nou, elke keer als de morning overgaat in de evening en de evening weer naar de morning, hebben we een voedsel nodig. Hier verliezen we ook nog een health. Ja, ik ga toch voor een extra health. Dus tentje eraf, zij een health erbij en dan houden we het een beetje gemiddeld. Dus ze zijn trouwens beide optioneel, dus je kunt ook zeggen van nou ik doe ze allebei niet. Maar in dit geval... juist een beetje lood om aan het ijzer. Vooruit. En dan hebben we tot slot deze. We moeten een helft ergens van afhalen. Dan doen we deze. Dan gaan we 2 kaarten die na deze kaart komen. Die mogen we ruilen. Nou, die zijn er niet meer. Dit is de laatste kaart in onze expeditie. En daarna hebben we optioneel dat we een kogel kunnen inleveren voor een voedsel. Vind ik niet heel sterk. Dus dat laat ik even voor wat het is. Dus we hopen dat dat goed uitpakt. Daarnaast staat hier een zwart blaadje. Dus dat is een blaadje wat we krijgen. Dus dan leg je deze kaart hier neer. En dat betekent dat je hem in een latere expeditie kan inleveren voor dit blaadje. Zouden er meerdere symbolen opstaan, dan kun je hem altijd maar 1 keer gebruiken voor 1 van die symbolen. En dan hebben we deze morning overleefd. Kaartjes die we gespeeld hebben gaan naar de afleg. We draaien dit fiche om naar de evening. We eten 1 voedsel met z'n allen op. En we gaan vrolijk verder
naar de evening. En zoals ik al zei, in de evening begint met de expeditieleider. Kiest hij één kaart om te spelen. Bijvoorbeeld deze kaart. En dan spelen de andere spelers één voor één ook een kaart. En zo vorm je de evening lijn. Kaarten op zich werken op dezelfde manier. Alleen de volgorde waarin ze komen is net weer even anders. En dan ga je ze weer afhandelen. Enzovoort. Enzovoort. Het enige symbool wat ik jullie nog niet heb laten zien is deze. Dat is een vrij heftig symbool. Dat betekent dat je gewoon één van jouw expeditieleden dood moet laten gaan. En als die, dat is hetzelfde als dat je de laatste helft ervan afhaalt. Dan draai je hem gewoon naar de andere kant. Dan krijg je een memorial coin. En dan zijn we helaas één expeditielid kwijt. Het doel is dus om zo ver mogelijk te komen. Uiteindelijk hier. En dan op zijn minst nog één van deze drie avonturiers in leven te hebben. Lukt ons dat, dan winnen wij The Lost Expedition. Lukt dat niet, dan zullen we het opnieuw moeten proberen. Maar op die manier wordt The Lost Expedition gespeeld. The Lost Expedition is een vermakelijk coöperatief spel wat redelijk uitdagend kan zijn. Wat ik in het filmpje niet duidelijk heb uitgelegd, maar wat wel belangrijk is. Je mag niet laten zien wat voor kaarten je op handen hebt en je mag ook niet zeggen welke symbolen erop staan. Je kunt wel zeggen van nou ik ga iets doen met onze voedselvoorraad of ik kan de expeditie vooruit bewegen, maar dat gaat wel wat kosten. Dat zijn de vage opmerkingen die je mag plaatsen, maar er wordt dus een stukje van de communicatie ook beperkt. En daarnaast zijn de volgorde waarin de kaarten komen en wat je in je hand hebt en op welk moment je ze speelt, zijn soms cruciaal of je het net wel haalt of net niet. Dit spel kan redelijk genadeloos een einde brengen aan je expeditie. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Maar het is tegelijkertijd ook aangenaam uitdagend door te kijken van hoe kan ik een vervelende kaart bijvoorbeeld op een juist moment spelen zodat die overgeslagen wordt. En dan hopen dat andere mensen er niet stiekem net nog een kaartje tussendoor schuiven. Je kunt kijken van wat hebben we nog veel in de voorraad? Kan ik daarop spelen? En uiteraard willen we zo snel mogelijk bewegen, maar ten koste van wat? Dus er zitten allemaal eenvoudige afwegingen die je met elkaar gaat maken. Dat maakt dit spel gewoon heerlijk spannend elke keer. Daarnaast zijn de regels toegankelijk, de symbolen zijn duidelijk. En dat maakt dat je het ook snel op tafel kan leggen. Wat ik jullie liet zien was de normale variant. Mocht je die te uitdagend vinden, dan kun je de simpele variant spelen. Dan haal je kaart 8 en 9 ertussenuit. Dus dan hoef je maar 7 stapjes te doen. Maar dan zul je merken dat je vaak wel de overwinning naar binnen harkt. Dus wil je toch gewoon een spannende ervaring hebben, is mijn advies lekker gelijk 1 tot en met 9 proberen. Ook het artwork op de kaarten vind ik erg gaaf gedaan. Helder en kleurrijk, zoals een jungle ook is. De stijl, de cartoonstijl, vind ik ook erg sprekend. En alle vervelende dingen die je in de jungle tegenkomt, die staan hier eigenlijk wel op deze kaarten afgebeeld. Ziet er gewoon erg leuk uit. En dat geeft ook wat extra sfeer aan de expeditie die we hier door de jungle aan het maken zijn. Maar alle elementen tezamen is The Lost Expedition een aangenaam uitdagende co-op die gemakkelijk op tafel te krijgen is door duidelijke symboliek en redelijk eenvoudige regels, maar heerlijk pittig is door het feit dat er zoveel porties ellende op je pad komen op bepaalde momenten en als dat net niet lekker gaat, kan dat als een soort van lawine over je heen schuiven en de hele expeditie wegvagen. Maar soms weet je net de mazen in het net te vinden en onder de zeis van de dood door te slippen en dan toch Eldorado te vinden. En dan is de overwinning des te aangenamer. En voor liefhebbers van dit soort eenvoudige, doch uitdagende koopspelletjes, waar natuurlijk een redelijke geluksfactor in zit, is dit absoluut wel een hele leuke, omdat hij ook dat gevoel heeft van volgende keer, we zijn net niet gehaald, net kapot, volgende keer gaan we dat absoluut wel halen. Die revanche factor, dat element zit hier heel sterk in en dat waardeer ik enorm. En dat is waarom The Lost Expedition van mij een 8 heeft gekregen. Zolder.